Oh, wacht, dit mag... Outdoor Gelderland! Jazeker, daar zijn wij vandaag. En met Chris. Yeah. Kim. Waar is Kim? Oh, daar is, daar is Kim. En Tessa. Joehoe, nog nooit geweest, dus ik ben heel erg nieuwsgierig. We gaan naar de Co-Social tent. Floor staat er. En dat moet je toch maar niet doen. En ja, we gaan het dus meemaken voor het eerst bij Outdoor Gelderland. Hallo. Ik zat me al af te vragen, zou het gaan lukken met kaartjes, met mijn scan? Ja, dat ging prima. Waarom kies je ervoor om bij een paardenevenement te gaan staan? Omdat wij zelf uit de paardenwereld komen. Ah. Dus we komen uit de sport, dus we kennen heel veel mensen die hier zijn. Dus vandaar dat wij dat ook willen ondersteunen. En terecht, ja. Zo hoort het. Dankjewel. Heb je niet alleen maar paarden, dan heb je tegenwoordig ook gewoon badkuip en keukens. Dag meneer. Waar is mijn meneer? Ah, daar is meneer. Wat is uw naam? Aard van de Pol. Kijk, en u bent van? Aard van de Pol, badkamers en keukens. Kijk. Dit is de mevrouw van Outdoor Gelderland. Dus ik doe eigenlijk, pak ik alles op wat maar voorkomt. Van bordjes maken tot bouwwerken verschreven tot sponsor. En wat is het ergste wat er dan tot nu toe is voorgekomen? Nou, je hebt natuurlijk altijd heel veel onvoorziene dingen die je gewoon niet kan voorkomen. Wat vooral te maken heeft met het weer vaak. Dus vorig jaar was het echt heel slecht weer. We hebben heel veel regen gehad. En dan moet je als organisatie natuurlijk heel goed op inspelen om bepaalde dingen op te lossen. Ja, dus dat is denk ik het enige. Want dat is ook het enige punt waar we niks aan kunnen organiseren. Wat vind je eigenlijk het leukste aan Outdoor Gelderland? Aan alles. We hebben springsport, dressuur. We hadden de parasporters op dinsdag. En op woensdag hadden we alle jeugd. En die hebben ook een superleuke dag gehad. Dus dat vind ik echt, we hebben voor ieder wat wils. Dus daarom is het een heel breed evenement. Ja, dan doen we een volgende pony. Kan je hem optillen of niet? Aan zijn oren ook. Wie bent u? Ik ben Rob van Bokstel en ik heb een ruitenspotzaak. De pony die is 1995. Je kan er alles mee. Je kan er poetsen, je kan erop zitten, je kan er weg mee stuiteren. Het voordeel is dat je zijn stal niet hoeft te mesten en je hoeft er geen water en voer te geven. Deze persoon komt gewoon helemaal... Oh, waar is die? Daar. Komt gewoon helemaal uit Japan. Kijk maar. Het is wel heel chique. In bijglas. Ja, maar ik heb lekker water. Lekker chineet. Ik ook. Ik zie hem niet. Drink je het dan ook op, Kim? Ja. Oké. Anders heb ik hier vast wel plantjes. Ik ben toch zo niet bezig bent. Drink je het ook op, Chris? Zeker. Dan mag je. Zo. Je ziet hier wel echt lekker. Ja, een lintje zo. De Wereld Café op Johan Dobberdam aanstekt. Op Johan Dobberdam, de Netherlands. Nou Tess, ga maar. Bij het CEO heeft ze je nog staan toejuichen. En wie staat er nu aan de leiding? De winnaar van de selectie, de Armstrong, Jeroen Tullendam. Tess! Ja? En die is de geworden, yay!
Hallo. De Ramsey even DA weet de barrage te bereiken van Loos. Binnen de tijd, Malakir Rams, 72 Park 16. We gaan naar Niels Brussen. Niet Chester 2Z, zijn zoon van Calvaro zet en de Rebel 2Z. Maar het is 8 jaar voor de voorwaarde met de goedgekeurde Chester. In bezit van Niels Brussen en wat Nico Bart dus van de Oude Wei. Ja, en die zat vandaag hier. Ja, ik zal niet zeggen een eenmalig gevoel, want ik heb het geluk dat ik al een paar keer zo'n gevoel heb mogen hebben. Maar ja, het is abnormaal. Het is bijna niet in te vullen hoe dat voelt. Het is geweldig, geweldig. Het is gewoon een geweldig gevoel. Je hebt ook kinderen. En vindt hij het leuker om naar uw kinderen te kijken terwijl ze rijden of naar u te kijken? Nou, ik moet zeggen, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb kinderen, maar van de drie rijdt er maar één. Oh. Nina, een meisje. En die vindt het ook heel leuk. En ik vind het ook heel leuk dat ze het heel leuk vindt. Maar ik vind het altijd wel een beetje eng om naar te kijken, als ik heel eerlijk ben. Dus ik rij liever zelf, als dat ik erna moet kijken. Maar ik ben natuurlijk wel heel blij dat ze rijdt. En ik vind het natuurlijk heel leuk, dus ik kan er wel van genieten. Maar ik vind het een beetje eng. Ik ben altijd een beetje zenuwachtig als ze moet rijden. Ja, maar als je zelf zo hoog springt, waarom vind je het dan eng? Ja, maar dan heb ik het gevoel... Als ik zelf moet springen, heb ik het gevoel dat ik het zelf in de hand heb. Heb ik natuurlijk niet altijd. Het zit toch gewoon in het bloed? Het zit in het bloed, ja, maar ik ben toch een beetje... Ik vind het een aardig... Crosby zonder spectrum, tijd 74-23. Wat vind je zo leuk aan Outer Gelderland of een ander evenement? Nou, ten eerste is het natuurlijk voor ons leuk Outer Gelderland, omdat het een eigen land is voor eigen publiek. Dus dat maakt het extra mooi en leuk. En het evenement hier op Papendal is gewoon qua faciliteiten fantastisch voor een heel mooi, hoogwaardig concours op hoog niveau. Dus het is voor ons een top evenement. Oké. Ja. Nou, wat nou als je voor de laatste dag op aarde was en dat je dan naar Mars zou gaan? Wat zou je dan de laatste dag doen? Mijn god, dat is een goede vraag zeg. Ik zou het echt niet weten. Ik zou in ieder geval zorgen wel dat ik de laatste dag geniet. Geniet. Hoe dat maar is, maar ik weet het. Maar genieten doe ik wel die laatste dag. Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk het spelletje. De KWPN'er Elstar, Elstar is een 9-jarige zoon van Marino. Het is wel frustrerend dat de balletje eraf gaat. Met zwaarder de competitie met de van Toshiki Masui. Dus dan weet je, als je een bal eraf gaat, Jeroen overkomt het ook. Ja, dat is het. Ja, we verliezen vaker dan dat we winnen. Helaas. Daarom is het winnen juist zo leuk, toch? Ja, zo is het. Graag gedaan, veel plezier jullie, hè? Ja, dankjewel. En vlogsen, of hoe zeg je dat? Vlogsen. Ja. Ik ben Jeroen Hendricks van Hendricks Souvenirs. Wat doet hij hier? Wij zijn van Hendricks Souvenirs en wij zorgen dat alle bloemen en planten er mooi bij staan. Dus wij zetten alles er neer, zorgen dat alles netjes staat, alles water krijgt en dat alles netjes aangekleed is met bomen en planten. Ja. Het hoort er eigenlijk niet echt bij, maar ik heb zo nog een water... Gieter nodig, ja? Voor de plantjes bij krijg de Cozo's. Krijg je van mij. Wat ben je al op Outer Gelderland geweest? Wij staan er eigenlijk al van het begin aan bij. Het is al een jaar of 6, 7. Nou, toen het ook nog in de steeg was, deden wij het al. En ik vind het hartstikke mooi, nu met de nieuwe opzet. Mooi wat kleiner gemaakt. En veel mensen, het publiek is wat dichter bij de paarden. En nee, ik vind het een goed geslaagd opzet. Als je voor de laatste dag op aarde zou zijn en toen daarna naar Mars ging, wat zou je de laatste dag doen? Ik denk dat ik ook hier met mijn kinderen naar het strand zou gaan. Wilt u misschien iets meer uitleggen over wat Parenpaard is en doet? Ja, heel graag. Parenpaard zorgt ervoor dat meneesjes die paardrijden voor gehandicapten aanbieden, geld krijgen. Dus alle mensen die dus geen topsport rijden, dus niet hier in de wedstrijdring, maar die op meneesjes rijden. Dus die op een huisbed liggen, die spastisch zijn en op een pony gaan zitten en daardoor ontspannen. En dan lopen er allemaal mensen naast om ze natuurlijk op dat zadel te houden. Autisten, dus zwaar autistische, met name kinderen, die dus gaan ponyrijden en daardoor eventjes contact met het paard krijgen. Als jullie meer willen weten van Parenpaard, dan moeten jullie beneden in de beschrijving kijken. Dit is Lea de Martin. Zo.
en over het zoer. En wat doet u met het springen? Ja, ik ben hier springruiter tijdens Outdoor Gelderland Internationaal Concours in Piek. Ben ik deelnemer. Okay. En hoe hoog heeft u gesprongen? Deze proef stond op 1,45 die ik net gereden heb. Vanmiddag heb ik een 1,35 meter proef gereden en een 1,45 en een 1,40 meter proef was de andere proef. Okay. En welke heeft u gewonnen? Dat was de proef hiervoor, dat was de 1,35 meter met barrage. Die won ik met de hengst Florian. En dan komen ze. Volop de winnaar, Albert Zoet. Waarom heeft uw paard geen knotjes, maar staartjes? Is iets meer mijn favoriet. Dat is smaken verschillend en ik vind dit eigenlijk wel leuk. Dus. Oké. Okay. Verwacht u ooit nog een paard te hebben als okidoki? Ik ben er zeker mee bezig. Ik heb een paar hele fijne jonge paarden weer. En uiteindelijk is het altijd afwachten natuurlijk en zo. Maar er zitten wel weer een paar bij waarvan ik een heel goed gevoel heb. Waarom wil je eigenlijk niet zo'n sokken aan? Oh, dat is er gewoon een beetje bijgeloof. eerlijk gezegd. En, waarom heeft hij dat bijgeloof dan? Ja, dat weet ik niet. Dat heeft ieder voor zich denk ik vast wel. Okay. Ik ben vast niet de enige. Ik moet altijd de roze sokken aan hebben bij de wedstrijd. Kijk, dat is ook zoiets. Anders gaat het niet. De ene heeft dit en de andere heeft dat. Ja. Misschien kun je nog even vragen hoe vaak hij op Outdoor Gelderland gereden heeft en wat daar leuk aan is. Okay. Dan moet ik wel even heel diep nadenken, want ik kom hier echt al heel lang. Voor mij al vanaf dat het nog in Presikhaaf was vroeger. En dat hoorde ik toevallig net vandaag dat het in 1990 voor het laatst was. Oh. Dus dat is al heel lang geleden. Ja, dat is inderdaad al wel heel lang geleden. Ik toen met mijn jeugdwedstrijden sowieso, weet ik dan nog. En dan, toen is het hier op Papendal een poos verder gegaan, tot 2001 was dat geloof ik. En toen is de poos onderbroken dat het niet is geweest. En nu is het denk ik sinds 5 jaar weer aan de gang of zo, zoiets. Oké. Okay. En we zijn blij dat het weer terug is, want het is een super mooi concours. Zeker. Dank voor deze vraag te stellen. Dus ook welkom. Ja, hartstikke super. Jullie nog heel veel succes. Ja, dankjewel. En veel plezier hier op Outdoor Gelderland. We zijn bij Outdoor Gelderland geweest en nu gaan we weer helemaal terug naar Maassluis. Ik heb hier de Daltons bij me in orde van grootte. Hoe was het, Christine? Het was echt super leuk. Kim? Ik vond het ook heel leuk en we hebben een heel schattig armbandje. Ja, die is zeker lief. En daar staan de namen op. Ik heb ook nog... Zo, power! Bella! En ik dacht eigenlijk dat Kim een armbandje zou nemen met mama erop. Nee, natuurlijk niet. Dat zou ik ook niet doen. Ik heb oké. Ja,